Proberen een glimp op te vangen van de bekende veldrijder Sven Nys. Of een foto met handtekening scoren van Sanne Kant. Herinneringen scoren, dat is wat veel wielerliefhebbers proberen voor de start. Bij de auto van de familie van Anroy is het een stuk rustiger. Geen handtekeningenjagers, dus kan Lindy van Anroy zich goed voorbereiden op de wedstrijd. Deze winter besloot ze om volledig voor het veldrijden te gaan. Triathlon is echt een zomersport wanneer ik eigenlijk in voorbereiding moet zijn voor het veldrijden. En veldrijden is alleen in de winter wanneer ik eigenlijk moet voorbereiden op het triathlonseizoen. Dus dat was wel heel lastig te combineren tot nu toe. En het was altijd wel te doen, maar ik merkte nu wel echt dat het tijd was om een keuze te maken. Het werd dus veldrijden, want van de drie sporten die bij de triathlon horen, kan ze het beste fietsen. Fietsen is sowieso altijd al meer mijn ding geweest. Van het triathlon moest ik het ook altijd met het fietsen hebben en dan vooral het off-road fietsen. Dus ik begon het veldrijden ook gewoon eigenlijk met de week leuker te vinden. En daardoor is de keuze voor het veldrijden geworden. Met haar prestaties dit seizoen is Van Anroy ook de bondscoach opgevallen. Aan het einde van deze maand is het wereldkampioenschap. Het WK, dat zal nog afwachten worden wie de bondscoach selecteert. Ja, maak je kans denk je op een selectie? In principe is die kans wel aanwezig, maar er mogen er slechts 5 van Nederland. Dus ja, we zijn met ongeveer 10 meiden die er wel kans voor maken, dus het zal lastig worden. Maar ooit zien we jou wel in een oranje pakje rijden, hè? Dat is wel te hopen, dat is wel mijn doel, ja. Het Nederlands kampioenschap is komend weekend. Een goede prestatie daar brengt Oranje weer een stap dichterbij. Ja, ik hoop daar bij de eerste 10 te rijden. Ik ben zelf een belofte dame, maar we moeten daar tussen de elite dames rijden. En als ik daar dan bij de eerste 10 zou kunnen zitten, ja, dat zou heel mooi zijn.